Oké, dan komen we nu bij les 4. Hoe geef je je geloof vorm? Want ja, geloven, dat is natuurlijk geen vrijblijvende toestand. Want dan zou het fantasie zijn. Hè? Dus ik geloof ergens in en dan probeer ik daar zo goed mogelijk naar te leven. Dus in mijn geval, ik geloof in natuur als een hoge macht. En ik geloof, dan moet je even naar die eerste les, een perspectief, hè, daar heb ik het over de kwantumconnectie. Dan probeer ik ook zo goed en zo kwaad mogelijk te leven volgens mijn geloof. En volgens mijn goden. Want ik heb er een paar. En mijn goden zijn ook niet zo heel erg liefdevol. Dus het is een beetje problematisch. Tegelijkertijd neem ik ze bloed serieus. En ik probeer zo goed mogelijk te leven volgens die principes. Net zoals bij wijze van spreken een moslim of een katholiek of een zen-boeddhist dat zou doen. Dus grof gezegd is geloof totaal niet vrijblijvend. Als jij dus denkt van ik doe maar wat, het maakt niet uit. Dat is een geloof, ik doe maar wat, het maakt niet uit. En dan geef jij je leven vorm in ik doe maar wat, het maakt niet uit. Als je geloof hebt waarin je denkt van het is heel belangrijk hoe ik me gedraag. En wat goed is en wat slecht, dan ga je dat doen. Anders heeft het niet zoveel zin. Ja? Nou, daarom is geloof belangrijk. Want als jij niet gelooft, dan heb jij totaal geen richting in bestaan. Je weet bij God niet wat goed en kwaad is. Dus de meeste mensen geloven zonder dat ze zelf realiseren. Denk er maar eens over na. Want als ik aan iemand vraag waar geloof je in, dan krijg ik meestal een heel mooi verhaal over geesten, stemmen enzovoort. En het zijn eigenlijk werkelijk allemaal andere verhalen.